Ja, dat is alweer eventjes geleden dat ik de workshop landschapsfotografie deed met filters. En ik moet in alle eerlijkheid bekennen dat ik helaas erg laat ben met de fotobespreking. Nou, dat heeft allerlei redenen. Daar ben je natuurlijk helemaal niet mee geholpen als fotograaf. Dus ik vind het heel vervelend. Maar desondanks ga ik het nu alsnog zo snel mogelijk van start. We zijn op Schokland geweest. Vroeg in de ochtend, zonsopkomst. Met een aantal deelnemers heel hard gewerkt. Ik heb niet van iedereen foto's ontvangen. Dus ik heb wat dat betreft niet heel erg veel foto's. Ik heb vandaag maar 10 foto's die ik ga bespreken. Dus we kunnen er lekker uitgebreid mee aan de slag. Ik heb ook diverse vragen erbij gekregen. Dus ik zou zeggen, zoals in Engeland zouden ze... In Amerika zouden ze zeggen, let's dive in. Toch? Ja, ik geloof dat het zo moet. Hartelijk dank voor de leuke leerzame workshop op Schokland. De locatie is prachtig. Ja, vertel mij wat. Een paar hele mooie foto's gemaakt. Maar zoals je hebt aangegeven, de moeilijke gevallen juist voor de nabespreking uitgekozen. Dat is eigenlijk altijd het handigste. Want je kunt natuurlijk je mooiste foto's inleveren. En dan zeg ik, oh prachtig. Maar ja, uiteindelijk hebben we daar natuurlijk niet zo heel veel aan. We leren veel meer van als je ook die foto's laat zien waar we wat meer mee bezig moeten zijn. Waar je wat wilde. Nou, misschien het niet helemaal lukte. Dus de 1 voor een zonsopkomst, 1 voor zonsopkomst en 1 na zonsopkomst. Beide foto's heb ik expres niet gekropt verstuurd om je de volledige vrijheid te geven. Nou, ik heb het idee dat ik met de eerste foto niet genoeg heb gedaan om het maximaal uit de gekleurde lucht te krijgen en die voorgrond voldoende belicht te krijgen. De tweede foto word je met je blik naar de zon getrokken, terwijl ik eigenlijk wil dat je op het avontuur gaat over het water. Maar de zon speelt wel een belangrijke rol. Nou, we gaan eens even kijken. Dus de eerste foto voor zonsopkomst, dat is deze. En daarbij is de vraag van, ik heb het gevoel dat ik niet genoeg heb gedaan om uit die lucht te halen. Nou, als ik even kijk, hè, we waren lekker van statief bezig. Als je een, moet ik het eigenlijk zo zeggen. Fotografie bestaat bij de gratie van contrasten. Kleur, gratie van niet kleur of van door. De rode kleur bestaat bij de gratie van blauw, licht, bij de gratie van donker, scherpte, bij de gratie van onscherpte. De grap is, op het moment dat jij veel kleur wil hebben, en dan krijg je iets heel raars, en dat heeft eigenlijk niet zozeer met die contrasten te maken, maar op het moment dat jij heel veel kleur wil hebben in je foto, dan moet je je foto gaan onderbelichten. Nou, ik zal het effect eens even laten zien. Als ik deze foto nou eens een stuk onderbelicht, ja, die voorgrond die wordt nu veel te donker, dat snap ik. Maar dat gaat even niet om. Het gaat even om, kijk even naar de lucht. Ik zit nou op min 1 derde. Dan zie je dat die kleur veel meer de aandacht trekt. Onderbelichten zorgt ervoor, op een of andere manier is dat alles onderbelicht. Maar tegelijkertijd, datgene wat in kleur is en datgene wat licht is, trekt veel meer de aandacht dan als alles lichter is. Hè? Even ter vergelijking, als ik deze fix ga overbelichten. Ja, dan is het een hele flauwe, saaie foto. Dus onderbelichten is de truc. Nou, met filters zijn we bezig geweest. Je had natuurlijk met een grijs gradiëntfilter de lucht nog wat steviger kunnen onderbelichten. Aan de andere kant, als ik zie wat een informatie hier natuurlijk aan alle kanten in zit, kun je natuurlijk op een gegeven moment ook zeggen van nou, in de nabewerking, als ik nu het histogram er eens even bij laat zien, het histogram geeft 2 duidelijke bulten. Rechts zit de bult voor licht, links zit de bult voor het donkere deel. Dus dit is het donkere deel, dit is het lichte deel. Maar allebei zitten ze in het beeld. Dus met andere woorden, je hebt alle informatie om eventueel donkere stukken op te halen, lichte delen wat naar beneden te drukken. Met een filter was het natuurlijk sowieso gelukt, want dan had je die lucht nog net wat een fractie donkerder kunnen maken. Maar wellicht dat als ik hier de highlights... En die highlight is natuurlijk in feite die lucht. Als ik die lucht wat, de highlights wat naar beneden haal, dan zie je dat die lucht al meteen een stukje donkerder wordt en meer kleur geeft. Vind je nou die voorgrond te donker worden, en dan kun je die voorgrond wat oplichten. De highlights wat naar beneden, de voorgrond wat oplichten. Nou wordt het heel vlak, dan krijg je een beetje zo'n HDR. En dat is een beetje de truc om dan het contrast vervolgens weer even te boosten. Dus het contrast weer wat meer te maken. Nou, als ik nu even het verschil laat zien tussen deze beide. Even kijken, hoe deed ik het ook alweer? Dan moest ik dat zo laten doen. Kijk, als je ze nu naast elkaar ziet, dan zie je dat de rechter veel meer kleur heeft, terwijl de lucht net even wat donkerder is. Maar ook veel meer spreekt, want die voorgrond is net wat lichter. Dus het is in feite met een stukje nabewerking al meteen beter te pakken. Nou, jij zegt ik heb nog niet gekropt. Nou, ik vermoed dat jij wel weet wat ik wil gaan doen. En dat is...
Aan de boven- en de onderrand zit heel veel informatie. Er zit heel weinig, informatie. De foto die oogt erg breed. Dus ik zou inderdaad meteen zeggen van snij hem hier naar 16 bij 9. Kijk, dan ben je misschien dat bovenste wolkje net kwijt. Maar moest kijken, nou oogt die vele malen breder. Dus een klein beetje nog contrast. Hooglichter nog een beetje uit de donkere partij. Net een beetje oplichten. Moet je kijken wat een sprekend beeld is. Nog één dingetje wat je kunt doen, is nog een beetje met de witbalans spelen. Als ik hem nog iets koeler maak, dan zie je dat je nog meer dat gevoel krijgt van dat laatste blauwe uurtje met nog net die zon die er alvast doorheen komt. Dus ik hou hier wel van. Maar goed, dat is een beetje aan jou. Het tweede beeld zeg je van, goh, deze heb ik gemaakt en ik wil eigenlijk een soort avontuur naar die zon. Of ik wil eigenlijk op avontuur, wat zeg je nou letterlijk? Even kijken hoor, ik ga even kijken weer. De tweede foto, blik naar de zon getrokken, terwijl ik eigenlijk wil dat je op avontuur gaat over het water. Maar ja, de zon speelt wel een belangrijke rol. Nou, het klopt. Lichten delen trekken aandacht. Als je iets heel lichts hebt in de foto, trekt mijn aandacht daar naartoe. Zoals hier bij die zon. Die trekt meteen de aandacht. Daar ga ik meteen naartoe kijken. Dus ja, je zou hier kunnen besluiten om die zon erbuiten te laten. Want ik kan wel proberen nu die hooglichten eruit te draaien. Maar kijk, dat gaat hem niet worden. Die is echt overbelicht. Dus hier had een zware grijsfilter op zich geholpen. Maar ja, dan was die lucht weer vreselijk veel donkerder geworden. Dus ik denk dat de zon zich hier een beetje wreekt. Ja, wat zou je hier kunnen doen? Ja, ik ben al zelf erg geneigd om die zon toch een beetje maar buiten beschouwing te gaan laten. En toch bijvoorbeeld zoiets te gaan doen. Die zon trekt enorm de aandacht. Maar ik wil eigenlijk niet dat die zo ontzettend hard aandacht. Ik wil mijn aandacht in die voorgrond houden. Dus ja, ik vind het bijna zonde dat die zon er zo keihard inschiet. Dus als je nu nou ja, die voorgrond misschien nog een klein beetje lichter maakt en een klein beetje donkerder maakt, de hooglichten, eigenlijk weer met hetzelfde trucje als ik de vorige keer heb gedaan. Kijk, als ik nu weer het verschil laat zien tussen beide. Even dit even weghalen. Deze bedoel ik. Kijk, nu weer het verschil tussen beide laat zien. Die krop die laat hier nooit verschil zien. Hè? Maar dan zie je dat die rechter wat meer kleur heeft. Maar door dat donkere partij wat op te halen, zie je dat die aandacht gewoon wat meer in die voorgrond houdt. Je ziet wel dat die zon er is. Je kijkt er wel naartoe. Maar hij is nu minder prominent aanwezig. Ik zou hem nog verder kunnen shoppen eruit. Maar dan ben ik die mooie paal kwijt. En dat vind ik dan eigenlijk weer net even zonde. Dus ik denk dat ik zoiets zou doen. Je ziet nou wel dat de lucht behoorlijk donker is. Nou, en inmiddels hebben we natuurlijk een aantal mooie updates gehad van Lightroom. Dus je zou met de nieuwste versie van Lightroom kunnen zeggen van, hey, select sky. Nou, dat doet hij fantastisch. Meestal heeft hij in één keer, plop, heeft hij de lucht te pakken. Kijk, prachtig de lucht te pakken. En wat ik dan daarmee doe met die lucht, is niet die lucht, de exposure daarvan gaan veranderen. Even mijn overlay eruit halen. Maar dat ik misschien de donkere schaduwpartijen wat uithaal. Even kijken, zo, die schaduwpartij misschien een klein beetje de exposure. Maar dan de highlights een klein beetje terug. Kijk, als ik nu die even weghaal, als ik hem weghaal, zie je dat die lucht, kijk, wordt die donker. Nou wordt die weer lichter, zie je? Donker en weer lichter. En ik denk dat lichter net wat mooier is, want het komt wel heel onnatuurlijk donker over. Dit zou ik ermee doen, ja. Gaan we naar de volgende. Eens even kijken wie de volgende is. Nou, de volgende heeft deze foto's. Even goed kijken. Kijk, deze drie. Oh, wat leuk. Kijk, nou eens. Peter was met mij mee om mee te assisteren. En daar lopen dan met z'n tweeën. Ik in korte broek met mijn dikke buik. Peter ernaast. Druk in gesprek, zeg maar. Over natuurlijk alle fotografische zaken natuurlijk. Heel belangrijk, heel belangrijk. Nou, deze foto is natuurlijk vast niet de bedoeling dat we die hadden moeten bespreken. Maar ik ga eens even kijken wat jij erbij schrijft. Even kijken hier. Ja. Door alle drukte voor de vakantie waren we bijna vergeten de foto's te sturen. Nou, ik ben nog veel later met het bespreken ervan. Maar goed, PC weer opgestart en twee foto's uitgekozen. In de bijlage twee foto's van de workshop Schotland. Toch wel mazzel dat er nog een wolkenband bij de opkomende zon zat. Het klopt, want daardoor werd die zon net even een beetje gebroken. Daar was ik ook erg blij mee. Dit geeft wat extra's aan de foto's. Ja, zo'n strak heldere lucht, daar hou ik zelf ook nooit zo vreselijk van. Even kijken, 3809. Ik heb de opkomende zon vastgelegd en met een driestopsfilter, zodat de voorgrond ook detail zichtbaar is. En de tweede foto, 3877. Op deze foto heb ik geprobeerd het mooie warme ochtendlicht vast te leggen. Door het filter wordt het uitgebeten licht wat getemperd. Nou, we gaan eens even meekijken met jou. Dus deze was echt met de zonsopkomst. En dan zie je inderdaad dat door de goede filter ervoor, dat die voorgrond ja, lekker wat donker wordt. Maar niet te donker. Het is geen dichtgelopen zwart.
Dus ik vind het op zich wel een heel fraai beeld. Je kunt je afvragen of je misschien de voorgrond ietsjes lichter zou maken. Hij komt misschien nu wel heel erg, nou, unheimisch zou ik het bijna willen noemen, donker over. Dus misschien als je een klein beetje, kijk, een klein beetje de schaduwpartijen oplicht. Het grappige is, dit lijkt veel meer zoals ik het ook in werkelijkheid zie. Want mijn oog is veel beter in staat om die licht-donker contrasten te zien dan die camera. Dus ik zou het een klein beetje oplichten. En net als bij de vorige zou ik waarschijnlijk kijken of ik de witbalans een klein beetje koeler kan zetten. Waardoor dat rood nog veel meer knalt. He, als alles koel is. Even. Kijk. Als alles koel is, heb je het gevoel dat er maar één ding rood is. Terwijl als alles geel is, dan heb je het gevoel alsof alles geel is. Dus dat rode kun je een beetje benadrukken door een klein beetje koelere witbalans te zetten. En voor de rest, ja, ik vind het hartstikke gaaf. Die zon is groot, die bakt daar doorheen. Ja, ik vind hem fantastisch, joh. Die tweede, ja, dat was een beetje hetzelfde fenomeen als bij de vorige. Het licht wat die zon er doorheen schijnt is prachtig. Dat tegenlicht, dat warme tegenlicht is geweldig. Maar de zon zelf wreekt zich hier aan alle kanten. En vind ik eigenlijk gewoon hartstikke zonde. Dus dit zijn echt van die momenten dat ik met wat meer inzoomen en meer telelens probeer om die zon zelf erbuiten te laten. Maar gebruik te maken van het mooie licht. Nou, wat zou ik hier doen? Ja, je hebt mijn 16:9 gekropt. Dus ik ga even terug naar 2:3. Ga ik even zo kijken. Ik zou bijvoorbeeld zoiets doen, denk ik. Kijk, die wolkenband is natuurlijk prachtig. Maar moet je eens kijken, als ik die zon zelf erbuiten laat. Dat ik nu veel meer aandacht hou in het beeld zelf. Klein beetje contrast nog wat toevoegen, denk ik. Klein beetje wat hooglicht er nog uit de lucht. Misschien schaduwpartijen een klein beetje toevoegen. Nou, moest kijken dit. Als ik nu dit nu vergelijk met het andere beeld. Wat fletser was. Gewoon net eventjes wat meer. Net wat punch eraan geven. Maar die zon zelf erbuiten laten. Want die trekt gigantisch veel aandacht. En dat vind ik eigenlijk hartstikke zonde. Even kijken, dan gaan we naar de volgende. En dat is deze. Er zijn deze drie. Oh, waar ben je nou? Daar, deze drie foto's. Deze drie foto's. Drie foto's maar liefst. En dan ga ik even kijken wat wordt daarbij geschreven. Even kijken, het was een heerlijke ochtend. En in mijn geval, ik was er al op vrijdag en ben pas zondag weer naar huis gegaan. Dat was een lange workshop. Nee hoor, je bent lekker daar gaan blijven genieten. Hartstikke goed. Even kijken, een paar vragen. Nummer 9 heb ik vierkant gemaakt om eens buiten de bestaande kaders liggend of staand te gaan. Wat vind je ervan? En is de voorgrond niet te licht in vergelijking met het midden in de lucht? Nou, laten we meteen eens even kijken. Vierkant, en dat zeg ik altijd, vierkant is een van de moeilijkste crops eigenlijk. Een van de moeilijkste beeldverhoudingen. En dat heeft vooral te maken met het feit dat je het oog toch een bepaalde oriëntatie wil. Breedte, een breed beeld, liggend beeld, benadrukt breedte en wijdheid. Een staand beeld benadrukt hoogte of diepte. En dat zijn eigenlijk altijd dingen die je in een foto wil. Die je eigenlijk altijd zoekt in een foto. Diepte, wijdheid. Dus dat zijn eigenlijk de dingen die er vaak in zullen terugkomen. Bij vierkant mis je die oriëntatie. Dus gaat het dan om de diepte? Gaat het om de breedte? De wijdheid. Nou, wat ik hier, ik vind deze eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, vind ik eigenlijk best wel heel goed geslaagd. Want het is niet, vaak merk je aan die foto dat die krap oogt. Te krap. En die krapte, die ervaar je ergens. En dan denk je, oeh, wat zijn we hier krap. En dat is eigenlijk een teken dat je blijkbaar toch niet de goede uitsnede hebt gemaakt. Maar dat ervaar ik hier niet. Dus ik vind dit wel heel mooi. Dus ja, ik vind het wel een geslaagde uitsneden. Nou vraag je, is de voorgrond niet te licht? Ja, het komt wat onnatuurlijk over. Ik zie licht in de verte, de zon. En tegelijkertijd zie ik zoveel licht in de voorgrond dat het lijkt alsof ik een soort lamp in mijn rug heb. Dus ik heb het idee dat het bijna HDR-achtig is dit. Wacht even, dit wil ik niet. Dus zelf zou ik... Oh, even weg. Kijk. Ik zou zelf... Toch die... kijk. Hey, wat leuk. Ik krijg naar de instellingen krijg ik gewoon mee. Oh, wat grappig, joh. Die instellingen komen gewoon fantastisch mee. Oh, wat leuk. Nou, dan kan ik meteen zien wat je hebt gedaan. Jij hebt hier de schaduwpartij enorm opgelicht. En als ik die een beetje terugbreng... Kijk, dan wordt het net even een fractie natuurlijker. En misschien als ik het contrast een beetje omhoog breng... Kijk, het begint nu wat natuurlijker te worden. Die hooglichten heb je eruit gehaald. Die zijn op zich prachtig. Ik kan zelfs besluiten om misschien de exposure een klein beetje naar beneden te doen... En dan eigenlijk in combinatie met de toch iets meer opgelichte schaduwpartijen. Je hebt de kleuren wat geboost, hè? De vibrance, de hoe heet dat ook alweer? Is dat levendigheid? Nee, is niet de levendigheid. Ik weet het niet meer hoe dat heet. Ik ben altijd kwijt. Je hebt de saturatie, dus de verzadiging en die andere. Is dat levendigheid? Ik weet het niet meer. En ik ga die eventjes terughalen.
En ik denk dat hij zo net even een fractie natuurlijker oogt. Als ik het nu naast elkaar zet. Kijk, zie je? Het oog net, die linker is wel heel vlak qua belichting. En die rechter heeft net even wat meer donker. Zit wat meer structuur in de voorgrond. En het geeft wat logischer gevoel. Wat meer alsof je er, zoals je er ook naar zou kijken in het veld, zeg maar. Even kijken, het volgende beeld, zeg je, is nogal dramatisch geworden. Is dat te veel naar jouw mening? Overigens heb ik wel een konijntje, de reiger, op het paaltje in de haven. Maar erg opvallend doet hij niet. Even kijken, is dat dan deze? Ja, ja, weet je, nu kom je aan een stukje persoonlijke smaak terecht. En zelf vind ik het te. Ik vind de lucht te. Ik moet eer bekennen, ik weet niet of je hier ook... gaat hij alles meenemen? Zou dit leuk zijn? Ja, je hebt hier inderdaad een masker, heb je er inderdaad overheen gegaan. We kunnen maskers updaten. Oh, wat leuk zeg, hij pakt alles mee. Kijk, hier hebben we een aantal maskers er overheen gedaan. En hier heb je bijvoorbeeld een masker over de lucht. Eens kijken wat er gebeurt als ik die masker weghaal. Oh, dat effect zie ik niet. Nee, dat masker, dat... Oh, wacht, dit is de voorgrondmasker. En daar heb je een luchtmasker. Nou, dat valt... Die maskers zijn redelijk... Dat valt wel reuze mee. Ben ik heel benieuwd wat je dan verder hebt gedaan. Ik ga heel even op reset drukken. Gewoon om te kijken wat het originele beeld is. En dit originele beeld heeft al best wel heel veel kleur. Als ik dan nou eventjes daarvan uitga, dat vind ik vaak wat makkelijker dan te beginnen met schuifjes van een ander. En dan zie je dat er al best wel heel veel kleur in zit. Zoveel dat het al bijna wat onnatuurlijk aan het ogen is. En dat vind ik best wel frappant. Dus ik zou er eigenlijk dus niet zo heel veel aan doen. Misschien een klein beetje de schaduwpartij wat oplichten, hooglichten wat. En een klein beetje contrast. Ja, dan zie ik al bijna weer aan jouw beeld. Jeetje, wat een kleur zit erin, joh. Ja, het konijntje vind ik wel leuk, hoor. Dat zit hier. Kijk, dat is dat... veel te klein, maar dat zit dus daar. Die vind ik op zich wel erg leuk. Ik zal kijken wat er nu gebeurt als ik ze nu naast elkaar zet. Ja, kijk, ik heb hem toch net even wat lichter gehouden. Hij is wat minder hard. Die van jou is donker en hij wordt daardoor wat harder. Dus ik zou het net even proberen iets natuurlijker te houden. Maar verder, ik vind het een mooie compositie, zeker. Ja. En dan heb je het laatste beeld en dan zeg jij, is een duidelijk polarisatie-effect vanwege de groothoek. Maar ook het gras rechtsonder is wel erg groen. Had ik die twee zaken kunnen voorkomen, anders dan geen polarisatiefilter gebruiken? En wat is de mening over de compositie en de lijnen? Ja, dan kom je natuurlijk aan een heel lastig effect. Oh, wacht eventjes. Het polarisatie-effect... Even één foto. Kijk, het polarisatie-effect is natuurlijk een effect. En dan ga ik eventjes... Ik zal... De link hier zo meteen in de description erbij zetten van mijn tutorial voor de polarisatiefilter. Een polarisatiefilter heeft natuurlijk het maximale effect in de lucht op 90 graden ten opzichte van de zon. Nou, de zon staat hier rechts, dat zie je aan die geweldige schaduwpartijen van die palengalerij. En dat betekent dat ik eigenlijk dus exact 90 graden kijk. Maar tegelijkertijd fotografeer ik hier op 24 mm, dus behoorlijke groothoek. Nou, dan kun je je voorstellen, daar is het maximale polarisatie-effect. Maar hoe verder ik natuurlijk daar vandaan kom, hoe kleiner dat effect wordt. En dus krijg je een soort polarisatievlek. Dus vandaar dat ik eigenlijk altijd erg aarzel om die polarisatiefilter te gebruiken met te veel groothoek. Had je dit kunnen voorkomen, ja, door die polarisatiefilter misschien net een tikkeltje minder ver te draaien. En misschien net een tikkeltje verder in te zoomen. Maar ja, dat wil je niet, want die compositie is zo. Dus ja, dan zou je eigenlijk bijna zeggen, nee, die polarisatiefilter dan maar niet gebruiken. Natuurlijk kun je wel besluiten met de hooglichten eruit te draaien en ja, de schaduwpartijen erin. Maar zelfs dan, weet je, dat polarisatie-effect, dat hou je eigenlijk toch wel. Er zijn technieken, en ik weet ze niet allemaal uit mijn hoofd, er zijn technieken die dus inderdaad die polarisatievlekken helemaal uithalen. Ik heb ze wel eens gezien op YouTube, die zouden we eens even naar kunnen kijken. Maar zelf zou ik hier erg geneigd zijn om die polarisatiefilter gewoon niet te gebruiken. Dat gras te groen, nee, dat vind ik op zich wel fraai. En eigenlijk wat ik het mooiste vind, zijn natuurlijk die schaduwpartijen. Dus hoe vind ik de compositie? Ja, ik vind die heel erg fraai. En vooral die schaduwlijnen over dat gras heen vind ik ontzettend gaaf. Ik moet eerlijk bekennen, ik heb hier heel vaak gestaan. Ik heb dan nog nooit zo gefotografeerd. Maar ik hou daar wel ontzettend van. Dus verder dan de polarisatievlek, nee, zou ik hier niet zo heel veel aan doen. Ik vind het wel een heel gaaf beeld dit. Ja, serieus. Dus nee, dat gras vind ik zelf niet te groen. Nee, ik vind het heel fraai. Leuk hoor, echt die mooie lijn naar dat huisje. Dat huisje daar stond vroeger, dat was natuurlijk weer een soort horen in, geloof ik, om de scheepvaart die hier al op Schokland aankwam te waarschuwen bij mist of storm. Zoiets was het, geloof ik. Heel gaaf huisje. Kun je trouwens ook in dag en nacht, kun je met lampjes spelen en 's nachts. Nou, hartstikke leuk. En dan gaan we naar de laatste foto's. En dan gaan we even kijken, want waar staan die ook alweer...
Even kijken, dat zijn deze twee. En dan ga ik even kijken wat daarbij geschreven is. Oké, okay, ja. Bedankt voor de leuke workshop. Ik heb heel veel geleerd, informatie gekregen van jullie, waar ik weer veel aan heb. En druk met het uitvinden en oefenen van de juiste beelden te maken die ik graag wil met filters. Nou, daar gaat het even om. In de bijlage twee foto's, een panoramafoto. En hierbij zie je heel goed hoe de polarisatiefilter zijn werk het beste doet. En een foto van de ingang van de haven. Mijn vraag is of er nog een methode is om de lichttorens er beter op te krijgen dan nu door de filter donkerder gemaakt is. Moet ik dan denken aan meerdere opnames in Photoshop samenvoegen met maskers, etc. Nou, eens even kijken. Dan ga ik eens even kijken. We pakken eerst eventjes panoramabeeld. Ja, daar zie je inderdaad wel heel duidelijk het polarisatie-effecten. En dan zie je inderdaad, je hebt 40 mm van een panorama. Dan zie je eigenlijk dat een polarisatiefilter in dit geval gewoon niet de handige actie is. Polarisatiefilter moet je echt met heel veel, heel veel beleid moet je dat toepassen. En hier zie je heel duidelijk dat daar zo'n vlek zit. Nou kun je natuurlijk, en dat slaat nu even nergens op, maar gewoon even om puur te laten zien. Je kunt natuurlijk besluiten om zo'n polarisatie-effect natuurlijk te doorsnijden. En dan wreekt het zich wat minder, omdat de lucht nu van de ene kant donker wordt naar de andere kant. Met andere woorden, eigenlijk heb je hier twee polarisatievlekken te krijgen. Als je zo'n polarisatievlek doorsnijdt, dan wordt het donker en dan wordt het steeds lichter. Dat is minder erg dan in het midden zo'n vlek. Maar desondanks, het is wel heel erg nadrukkelijk aanwezig. Zeker als ik het contrast ga boosten, moet je eens kijken, dan zien we wel heel erg heftig. Dus nee, dit is eigenlijk iets wat je moet zien te voorkomen. De enige methode is of met een filter de lucht gewoon wat donkerder maken. Of geen polarisatiefilter te gebruiken. Het is een lastig filter wat dat betreft. Want je krijgt snel dit soort effecten. Verder vind ik het wel een hele gave compositie. Je kijkt hier echt vanuit een van de havenhoofden. En dan zie je daar het lichtwachterswoning, de lichttoren, de deelnemers. Dat andere huisje dat we net ook op de vorige foto zagen. Dus ik vind het op zich wel een heel mooi beeld. En de kleuren, het is wel heel helder. Hè? Je zou kunnen zeggen van ik maak hem nog ietsjes donkerder. En de donkerpartij ietsjes lichter nog. Klein beetje. Nou ja, de contrast natuurlijk niet, want ik zit met die polarisatie-effect. Maar dan komt die net even iets meer punchline. Dat lichtwachterswoning was wel heel erg licht voor mijn gevoel. Maar ik vind het gewoon een heerlijk beeld. Heerlijk ochtendbeeld, zeg maar. Mooi panoramisch. Nog net die paar wolkjes erin. Ja, daar ben je wel heel blij mee. Want het is anders wel een hele saaie lucht die erin zit. Dat andere beeld heb je over die kop van die havenhoofden. Daar zitten van die lantaarntjes. En 's nachts gaan die lantaarntjes ook aan. Ja, overdag natuurlijk verder niet. En daar zit gekleurd glas in. Ja, hoe krijg je die wat mooier naar voren? Ja, de eerste eigenlijk, wat ik vaak doe, is met een telelens dan de zon er doorheen te laten schijnen. Nee, dat krijg je eigenlijk, kun je hier heel weinig mee doen. Je kunt natuurlijk zeggen van, goh, ik ga natuurlijk inzoomen. Ja, dan krijg je natuurlijk nu iets heel vervelends, want dat kan natuurlijk helemaal niet inzoomen hier. Want ik heb natuurlijk niet het originele beeld. Dus misschien, weet je, als ik een keer op 1600 in ga zoomen. Even kijken, heel erg ver inzoomen. Kijk, nou ja, dan heb ik hier dat lantaartje. Het is natuurlijk heel lelijk, want het is natuurlijk een verkleinde foto waar ik naar aan het werk ben. Als ik dan kijk, wat zou ik daar dan mee kunnen doen? Ja, dan zou je kunnen kijken of je daar een maskertje overheen kunt leggen met een brush. Nou, dan moet je natuurlijk een brush size van minimaal hebben. Maar goed, ik kan kijken wat er gebeurt. Kijk, ik leg hier natuurlijk een kleine brush overheen zo. En dan kan ik eens even kijken wat er gebeurt als ik dat nou die exposure wat opkrik. Daarvan kijken. Dan zie je, het is natuurlijk heel lelijk dit. Hè? Moet je natuurlijk op het originele beeld doen. Maar goed, weet je, dan kan ik de whites er wat van opkrikken. Kijk, en uiteindelijk wat je dan ziet is natuurlijk als ik nu terug ga naar het originele beeld. En ik haal dat masker haal ik nu weg. Dan ligt hij wel op. En nee, dit is niet het mooiste. Maar op die manier kun je natuurlijk best wel wat voor elkaar krijgen. Hè? Er zit best wel informatie in. Maar wat ook mij opvalt aan het beeld is dat je vrij hard contrast erin hebt zitten. En ik ben erg geneigd om dat contrast. Kijk, als ik nu die lichte partijen en het contrast net een klein beetje verminderen. De lichte partijen wat donkerder, de donkere partijen net even wat lichter. Er zit een vrij hard contrastverhaal in. En dat probeer ik een beetje eruit te krijgen. En ik denk, het is nu wel heel erg leeg in deze vlakte. Dus ik zou zelfs zeggen van, ga naar een 16:9 uitsnede. Maar de voorgrond, daar zit wel een mooie lijn in. Maar daarvoor is het te leeg eigenlijk. En die lucht boven die wolk is ook te leeg. Dus ik denk dat als je dit gaat maken,
Die brush is natuurlijk wel heel erg. Nou krijg ik nog iets trouwens, die is heel mooi. Ik heb die brush, die masker heb ik natuurlijk gemaakt. Maar ik heb nu de mogelijkheid om het amount van het masker. Kan ik heftiger maken of minder heftig. Dus gewoon het effect wat ik heb gedaan, kan ik net even wat minder heftig. Dus ik hoef niet meteen al die schuifjes aan te passen. Ik kan gewoon simpelweg het effect wat verkleinen. Kijk. Nou, dan ziet het op zich best aardig uit, zeg. Hè? Zal ik dan die andere ook even doen voor de grap? Ach jeetje, dan moet ik eventjes even daar naartoe gaan. Kijk, moet ik die hebben. Dan moet ik nog een tweede maskertje erbij maken. Ook weer even een kleine brush. En die kan dan hier zo overheen. Die kan ik natuurlijk. Maar nee, daar heb ik nou geen zin in. Ik denk, ik kan iets met een kleur doen en speciaal. Maar daar heb ik nou niet zoveel zin in. Dus dat ga ik even niet doen. Dus ik ga gewoon eventjes heel quick en dirty. En dat mag je allemaal zelf een stuk beter doen. Ga ik eventjes een maskertje eroverheen leggen. Nou, dan gooi ik de exposure weer fix omhoog. Zie ik de whites gooi ik weer fix omhoog. Nou, en nou, kijk, zie je? En dan heb ik eigenlijk gewoon de kleurtjes van de beide. Ogenblikje, worden we gebeld. Nee, dat kan wachten. Dat is geen probleem. En dan zie je eigenlijk dat de kleuren van de beide lampen eigenlijk best wel weer heel mooi doorkomen. Dus ietsjes kroppen, iets minder hard contrast zou ik toevoegen. En nu heb ik best wel een hele mooie gelaagdheid. Met aan de ene kant die losse paaltjes, aan de andere kant een stukje van die balustrade. Erg fraai. Dit was alweer de nabespreking van de landschapsfotografie workshop met filters. Nou, zoals je ziet hebben we prachtig weer gehad en een prachtige locatie. Vergeet niet ook eventjes te abonneren op mijn YouTube kanaal. En dan kun je ook eventjes op dat belletje klikken. En dan krijg je meteen een notificatie als ik weer het geüpload heb. Meld je ook even aan voor de nieuwsbrief. Want dan word je meteen ook weer op de hoogte gesteld van wanneer er weer nieuwe activiteiten, nieuwe tutorials en allerlei andere zaken. Kijk even op mijn website rond. Bij workshops en bij reizen. En hopelijk zie ik jou een keer ook op een van mijn vele workshops of reizen of waddenweekenden. Ja, dan kunnen we een keer live die foto's gaan bespreken. Voor nu heel veel succes en hopelijk tot een volgende keer.